Oké, okay, nou welkom bij de video om de tweede laag van de kubus in orde te maken. En uh, deze stap is eigenlijk verrassend simpel. We hoeven maar vier blokjes erin te zetten, namelijk deze vier uh, middenblokjes. En die gaan we dan ook eerst eens eventjes uh, opzoeken. En dat opzoeken doen we wederom in de bovenste laag. Deze blokjes, die middenblokjes, die kunnen nooit de kleur geel bevatten, want die zijkanten. Zijn altijd een andere kleur dan geel, want we gebruiken geel als bovenkant. Dus in die bovenste laag moet je naar middenblokjes zoeken waar geen geel in zit. Die valt dus al af, die valt al af, die valt al af. Nou, dan houden we alleen die nog maar over. Mocht je op dit moment nou geen middenblokje in de bovenste laag hebben die in één van die vier zijkanten moet, geen paniek, klik even op de link naar de hulpvideo of ga even naar de website www.richartschouw.nl. Daar leg ik het je uit en dan uh, kom je er wel aan uit. Mocht je wel een blokje hebben, net als in mijn geval, dan gaan we eens even kijken hoe we die erin zetten. Als eerst gaan we het zijkantje van het middenblokje aan laten sluiten met de zijkant van de kubus. Draai dus de bovenste laag net zo lang tot die aansluit. In mijn geval was het maar één kwartslag, hij zat hier. Dus ik draai de bovenste laag een kwartslag en dan sluit die mooi aan. Dus we weten nu waar die moet komen, want rood sluit aan. Andere kantje is blauw. Deze kant is blauw. Dus dat stukje moet hierin komen te zitten. Als we dat weten, dan gebruiken we eigenlijk hetzelfde algoritme als in de vorige stap. Hier moet hij komen. Dus we draaien hem eerst de vandaan. Deze brengen we omhoog. Dan draaien we hem terug. En deze draaien we terug. En wat we gedaan hebben is, zoals je ziet, het hoekblokje wat al goed zat, hebben we gekoppeld. Met het juiste middenblokje. Zodat we dus dit mooie koppeltje krijgen. En dan is het eigenlijk weer dezelfde stap als hiervoor. Namelijk dit hoekblokje terug erin zetten. Want dan neemt hij automatisch neemt hij dat blokje mee. Dus de witte kant houden we voor ons. De witte kant van het hoekblokje. Geel boven, wit onder. Hier moet hij komen. Dus we draaien hem eerst er voorbij. Vervolgens draaien we die kant omhoog. Zetten we hem erin. En draaien we hem dicht. En zoals je ziet, zit hij dus op zijn plaats. Nou, dan gaan we weer verder kijken in de bovenste laag. Geel moeten we niet hebben. Dit is met geel moeten we niet hebben. Dat is met geel moeten we niet hebben. Hey, we hebben nu dus in de bovenste laag gewoon geen één blokje zitten. wat op de juiste plek zit. Geen probleem. Dan kan ik het je nu gelijk wel uitleggen hoe dat werkt. Uh, zoals je ziet, zit dus hier een blokje. Maar niet, maar niet goed zeg maar, is het verkeerd. En hier zit een blokje wat verkeerd zit. Nou, we nemen eerst eens deze. Die kunnen we heel gemakkelijk naar de bovenste laag brengen. Hij zit aan onze rechterkant. Zoek altijd een blokje wat verkeerd zit aan je rechterkant uit. Je brengt hem omhoog. Je draait hem aan de zijkant. En je brengt deze laag weer terug. Zoals je ziet heb je dan wel het hoekblokje uit zijn positie gehaald. Dus die moet je nog even terugdraaien. Dus wit hou je voor je. Hij moet daar komen. Die draai je er voorbij, deze draai je open, je zet hem erin, je ziet dat hij mooi aansluit en je draait hem dicht. En dan zien we dus dat we dat blauw-oranje blokje dus in de bovenste laag hebben gebracht. En nu kunnen we hem dus gaan plaatsen. Blauw gaan we aan laten sluiten, nou, zit hier toevallig. Oranje is de andere kant, dus hier moet hij komen zoals je ziet. Hier willen we hem hebben, dus we draaien hem eerst ervoorbij. Deze kant draaien we omhoog. Dan draaien we deze kant terug. En we draaien deze kant weer terug. En dan zien we dus dat we hier weer een koppeltje hebben. Draaien we de kubus tot we het witte hoekblokje naar ons toe hebben gericht. Geel boven. Hier moet die terugkomen. Dus die draaien we er eerst voorbij. Dan zetten we hem open. Die draaien we erin. Je ziet dat hij mooi aansluit. En dan draaien we hem dicht. En zoals je ziet zit nu ook dat hoekblokje erin. Dan hebben we nog één hoekblokje te gaan. Zeg ik dat goed? Ja, nog eentje. En die zit al in de bovenste laag, namelijk het groen met rode blokje. Groen sluit al mooi aan, zoals je ziet. Rood is hier, dus die moeten we hier hebben. Dus we draaien we eerst de voorbij. Die draaien we omhoog. Deze draaien we weer terug. Deze draaien we weer omlaag, zodat je ziet dat we dat koppeltje hebben gemaakt. Dan houden we de witte kant naar ons toe gericht, geel boven. Hier willen we hem hebben, dus we draaien hem eerst er voorbij. Die draaien we omhoog. Nu kunnen we hem erin zetten en terug naar beneden, zodat dat allemaal weer in orde is. En zoals je ziet is nu dus heel mijn tweede laag van de kubus helemaal compleet onderste laag is nog steeds helemaal compleet. En dan zijn we dus al een heel eind op weg. Twee derde, om precies te zijn. Volgende stap gaan we dus het derde vlak oplossen. Dat kan niet in één keer. Dat zijn een aantal kleine stapjes, maar uh, dat is ook zeker niet zo moeilijk. Dat is goed te volgen. Heb je nog vragen of opmerkingen? Klik even op de hulpvideo's en ga ook zeker even naar de website. Daar vind je nog meer informatie met foto's en tekst. En uh, ja, je kan me altijd op Facebook toevoegen als je een uh, specifieke vraag hebt. Tot zover aflevering nummer 2, of stap nummer 2 beter gezegd. En dan uh, zie ik je graag terug in de volgende aflevering waar we dus een begin gaan maken om het gele vlak compleet te krijgen.